Ja, wat een discussies allemaal, hè. Nu, na dat hele gedoe met die voice, ja, en iedereen heeft een mening over dit en over dat. Kijk, laten we nou één ding goed afspreken met elkaar. Kijk, wat er dus absoluut niet kan, dat is dus vrouwen intimideren, hè, doordat je een machtspositie hebt. Of in ieder geval met je tengels aan vrouwen komen als ze dat niet willen. Punt. En dat valt dan onder het kopje aanranding of verkrachting. Dat kan dus allemaal niet. Dat is dus duidelijk. Maar goed, nou wordt alles in die hele discussie wordt maar op één hoop gegooid. En nou ben ik maar zo bang, beste vrienden, dat we zeg maar de dagelijkse spanning, hè, die er dus altijd is, die voel je gewoon altijd in de lucht tussen mannen en vrouwen, dat we dat nou in één keer helemaal doodpraten. En dat we dat allemaal niet meer willen, omdat dan alles wat er maar gezegd wordt, dan zogenaamd vrouwonvriendelijk is. Want nu krijgen de mannen, ja, eigenlijk wel, die krijgen nu van alles de schuld. Nou hebben de mannen het allemaal gedaan. Maar hij, luister even. Vrouwen kunnen het ook af en toe, die kunnen er ook aardig wat van, hoor. Ja. Maar luister, zeg maar, dat speelveld, hè, van elke dag. En dat speelveld, dat noemen we flirten. Dat is het. He, het aantrekken en afstoten. En al, weet je wel, een knipoogje, een beweging. Een hele voorzichtige aanraking even. Allemaal die, weet je wel. Dat spel. Ja, dat moeten we gewoon zo houden. Zoals het altijd is geweest. Ja, en natuurlijk worden daar fouten gemaakt. Ja. En wat dan nog? En dan moet je elkaar corrigeren. Of dan geef je, net als bij voetballen, op het speelveld, dan geef je gewoon even een gele kaart of wat dan ook. Of je tikt iemand even op zijn vingers. Zo moet het gebeuren. En dat vindt allemaal zijn oorsprong, vrienden, in de opvoeding. Ja, daar gebeurt het. Je vertelt meisjes gewoon, luister, als iemand iets doet, boem, zeg het gelijk. Geef hem een grote bek. En je zegt gelijk, hou je tengels thuis. Of hou even op met die vervelende klotenpraatjes van je. Dat moet vrouwen geleerd worden. En dat ze ook niet de verkeerde signalen afgeven aan mannen. Dat moet vrouwen geleerd worden. En wat mannen geleerd moet worden, dat is gewoon respect voor vrouwen. Dat, ja, en dat werd er bij mij vroeger ingehaaid met een heiblok gewoon. Respect voor vrouwen. En als we dat doen, dan kunnen we gewoon dat speelveld en dat spanningsveld, dat kunnen we dan gewoon houden. Dan kan dat gewoon doorgaan. Die lol in het leven. Want dat is gewoon, ja, het is gewoon de motorolie van het leven. Dus vrienden, laten we het gewoon zo doen. Laten we niet alles op een hoop gooien en iedereen maar de schuld geven en zorgen dat mannen bijna zich niet meer kunnen verroeren of niks meer mogen zeggen. Laten we dat nou in godsnaam niet doen. Laat het spel het spel. En laten we gewoon lekker blijven flirten.